In een ketenaanpak intrafamiliaal geweld en kindermishandeling werken politie, justitie, hulpverlening en bestuur zo slim mogelijk samen om het geweld en de mishandeling te doen stoppen en de betrokken gezinsleden een kansrijke toekomst te bieden. Zo'n ketenaanpak bestaat uit 6 opvolgende stappen. Aanmelding, dossiervorming, weging, casusregie, uitvoering en evaluatie. Welke gezinnen worden aangemeld bij de ketenaanpak? Dat zijn gezinnen met een meervoudige problematiek, waarbij er een grote kans is op toekomstig geweld en mishandeling en waarbij een intensieve samenwerking tussen alle organisaties niet kan uitblijven. Om een volledig beeld te krijgen van de situatie binnen het gezin, wordt er zoveel mogelijk relevante informatie bijeengebracht. Mocht er informatie ontbreken, dan wordt er opnieuw contact opgenomen met het gezin en de betrokken organisaties. Op basis van de bijeengebrachte informatie wordt er een risicoscreening gedaan en wordt er één plan van aanpak gemaakt waarin alle gezinsleden betrokken zijn. Zijn er nog andere personen belangrijk voor de oplossing, dan worden ook zij betrokken in het plan. Het gezin krijgt één casusregisseur die het plan met het gezin en met de betrokken organisaties afstemt, zodat iedereen zich in het plan kan vinden. Het gezin en de organisaties voeren samen het plan uit. Hoe lang die uitvoering duurt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De casusregisseur houdt in ieder geval de voortgang nauwlettend in de gaten en stuurt bij als dat nodig is. Uiteindelijk wordt het gezin afgemeld voor de ketenaanpak als de doelen van het plan bereikt zijn, de kans op toekomstig geweld niet meer aanwezig is en de cliënten weer een kansrijke toekomst hebben. Dus doorbreek de cirkel van geweld. Vorm een keten om kinderen beter te beschermen.